Goedendag, dames en heren. En welkom terug bij een niet helemaal ARK-video. Oh yeah. We gaan het vandaag eens heel even anders doen. Op de achtergrond zien jullie hoe ik aan het begin aan de muur om onze PvP-basis heen op Vanilla. Er zit een klein muziekje op de achtergrond. En eigenlijk wil ik gewoon heel even de tijd nemen om een beetje bij te kletsen met jullie. En er zijn een paar dingen en ik jullie graag wil vertellen. Punt 1. Ik wil jullie vertellen dat jullie geweldig zijn. Ik vind jullie super gave subs. En gewoon duimpje omhoog voor jezelf. Ik vind dat dat niet vaak genoeg gezegd wordt. Ik vergeet het nog wel eens bij een video te zeggen. Maar ik vind jullie geweldig. En ik ben echt heel blij met jullie als mijn subs. En dat was het goede nieuws van vandaag. Het slechte nieuws, nee, is niet helemaal waar, jongens. Maar het is wel zo dat ik zeer binnenkort ga beginnen aan een andere baan. En die baan die houdt in dat ik meer uren per dag van huis ben. En daarnaast hebben wij natuurlijk nog kleine kletsie die momenteel ook rondloopt hier. En dat kost allemaal wat tijd, jongens. En houdt mijn kanaal op? Nee, absoluut niet. Kan het eens een keer voorkomen dat er wat minder content te zien is op het kanaal? Dat kan. Ik ga natuurlijk helemaal mijn uploadschema opnieuw moeten inzien. En moeten kijken of het überhaupt mogelijk is om op deze manier te blijven uploaden. En daarnaast, sommigen van jullie hebben het natuurlijk al meegekregen. Afgelopen weekend hebben wij hele kleine Kletsa verjaardag gevierd. Ze is inmiddels 2 jaar geworden en ze is geweldig. En ze is heel erg gaaf. Ze heeft zelfs al eens een keer gestreamd. Niet helemaal gepland, ging niet helemaal goed. Heeft zichzelf per ongeluk gedaan. Maar super leuk, dames en heren. En ik ben heel erg blij met haar. En dat is eigenlijk ook het grote nieuws wat ik jullie wil vertellen. Want naast kleine Klets zal er in het begin van het volgende jaar ook een babyklets bij komen. Oh yes, dames en heren. Mijn vriendin die is nu al een flink aantal weken in verwachting van ons tweede kindje. Oh, en ik ben een trotse papa. Ik ben super blij met mijn kindjes. En ik ben dus ook heel erg blij dat er een tweede bij gaat komen. Super leuk. En dat houd ik dus een beetje de komende tijd natuurlijk. En ook begin volgend jaar ook daarin wat meer tijd zal moeten investeren. Aangezien mijn vriendin zwanger is, zal ik haar toch wat meer moeten helpen in een rond het huis. En naast mijn nieuwe baan waar ik wat meer uren in ga spenderen, kan het dus heel goed voorkomen dat er dagen zijn dat ik wat minder content heb. En ik hoop dat jullie daar compleet begrip voor hebben. En ik hoop dat jullie net zo blij voor mij zijn als dat ik zelf ben met de verwachting van ons tweede kindje. Oh yes, dames en heren. En laat me weten in de reacties wat of dat jullie ervan vinden. Ik lees altijd alle reacties, dat weten jullie. Dit is een beetje lastig als je de hele dag visite hebt om dan nog tijd te vinden voor reacties. Ik was gisteravond super blij dat ik in bed lag. En hebben we dus niet zo heel veel content op kunnen nemen. Zelfs de muur die staat er nog een beetje kneuzig bij. Ik geef jullie in ieder geval een beetje een idee van wat of dat ik ermee wil gaan maken hier op de achtergrond. Ik weet niet eens hoeveel videomateriaal ik kan gebruiken van dat wat ik heb gemaakt. Dat gaan we vanzelf allemaal zien, dames en heren. Maar in ieder geval nu, voor nu, het grote nieuws is eruit. Het grote nieuws is naar buiten gebracht. Het tweede kindje is op komst. Wij weten nog niet wat of dat er gaat worden. Dat is nog een geheim, ook voor ons. Dus dat gaan we zien. Ik hoop gewoon echt dat jullie het net zo leuk vinden als ik. En ook ook babyklets gaan jullie natuurlijk horen op de video. En ik hou jullie gewoon op de hoogte. Ik ga zorgen voor dat jullie op de hoogte blijven van alles wat er gaande is met ons tweede kindje. Wat er van zal gekomen. Wauw, sorry. Dat hebben jullie natuurlijk al gehoord. Ik ben nog steeds niet helemaal beter van de ziekte van vorige week. Het is verschrikkelijk, maar als je het wat drukker hebt, dan genees je niet zo goed. Ik zou eigenlijk wat meer in bed moeten liggen. Ah, komt vanzelf. Ik denk dat we het hier bij moeten laten, mensen. We hebben super nieuws. Nieuwe baan betekent meer geld. En ik kijk natuurlijk al heel erg uit meer geld. Ik hoop dat ik ooit wat upgrades kan doen aan mijn PC. En ik hoop dat ik terug kan naar een Nvidia videokaart. Want de AMD, Het bevalt me gewoon niet. AMD software hou ik niet zo van. Nvidia is iets beter. Maar houd het hierbij. Dames en heren, ik wil jullie natuurlijk hartelijk bedanken voor het kijken naar deze video. Mochten jullie net zo blij ermee zijn als dat ik ermee ben, laat me dan even dat duimpje omhoog achter. Dat is voor mij super veel waard. Want ondanks dat ik jullie misschien niet in real life heb gezien,
is jullie mening voor mij super veel waard. Absoluut. En duimpje omhoog voor jezelf. Bedankt voor het kijken naar deze toch wat kortere video. En ik denk zo te zien in de tijd dat we gewoon nog even een klein stukje speedbeeld doen. En ik hoop dat jullie daarvan genieten. Dames en heren, tot de volgende keer. Appetje. Oh.